Wilma, de tuin eigenlijk is een idee van Nico en jij, toch? Of niet? Of zeg ik dat verkeerd? Nee, zo kun je het eigenlijk wel zeggen. Mijn ideeën lagen er al in de zin van ja, mensen naar buiten trekken, mensen iets bieden buiten waarin het gezellig is en een stukje oefenelement, want we zijn natuurlijk wel een revalidatiecentrum. Het mooie is, ja, die gedachten deel ik dan met Nico. En Nico is de perfecte persoon om gedachten te vertalen in een stukje werkelijkheid en daar dan een mooi concept voor neer te leggen. En alle elementen die je bedenkt, die je belangrijk vindt van zo'n mooie tuin, om die dan ook werkelijkheid te laten worden. Ja, en ik begreep, er zit ook nog een visie nog achter, hè, want dit is maar een begin. Absoluut, Ja. er zit een visie achter om er. Dit is een onderdeel van een heel masterplan. We hebben prachtige tuinen ook aan de achterzijde van ons gebouw. En de gedachte is om in de toekomst daar een hele wandelroute van te maken. En nou ja, daar denkt Nico natuurlijk in alle eerlijkheid en heerlijkheid in mee. Om daar allerlei prikkelende elementen weer in die tuin te brengen, opdat mensen ook gestimuleerd worden om daar gebruik van te gaan maken.